Ik ga lezen. Alle mensen, zowel kinderen van de school, komen jullie protesteren. Ik wil tot jullie praten en jullie moeten begrijpen wat ik zeg. De president maakt alles duur en erger. Sommige mensen kunnen niet eten en ook sommige kinderen kunnen ook niet eten. De tijd is nu moeilijk geworden en erger. En onze land Suriname gaat niet goed. Alles is duur. Kijk, nu is pinda 130 SD geworden. En de prijs gaat hoger en hoger elke tijd. Elke dag. Alle werk, mijn moeder en mijn vader zo hard. Dat geld is niet genoeg. We komen niet uit. Sardin is duurder geworden, bruinebonen is duurder geworden, bloem is duurder geworden, olie om te koken is duurder geworden, kip is erg duurder en duurder geworden, rijst is duurder geworden, brood is duurder geworden, schoolspullen is ook duur geworden. Het gaat niet goed in Suriname. Meneer Jean Shantoki, je mag weggaan. We kunnen niet meer als jongeren. We als jongeren voelen we ook mee met ons ouders. Jean Shantoki, je mag naar huis. You cannot do anything for Suriname country. Mr. President Shantoki, you can go home. Wow! Thank you.
Ik laat me het een misverstand noemen van de politie, ja, die bij de markt een beetje, een van de mannen, die is een beetje ruw met me omgegaan. En ik ben iemand dat, ik kan begin zo, mino libi me kidu zijn monami. Vooral als ik rechtvaardig, strijdvaardig bezig ben voor het Surinaams volk. Mino libi me kidu push me. Eigenlijk je mag pas misreschreven, ja. Maar hij is gecorrigeerd door zijn collega's. Dus aan deze kant, van deze kant uit, dan denk ik van oké, ja, kies een schreven. Ja, maar op dat moment was ik erg boos. Dus mi barzan gamara. Ik weet niet wat ik meer heb gegild voor die man. Maar mi ati bij bron, dus ik van mambe ko etewalisam tapu. Kan die man bij chamgue. En achteraf heb ik begrepen dat dat de bedoeling was. Wat gaat er morgen gebeuren? Voor morgen verwacht ik dat het zal gaan bossen. Want wat gebeurt er? De meeste van de groepen hebben aangegeven, ja, dat ze wachten op het ultimatum van dat schrijven die wij hebben ingediend bij de president. Het is altijd netjes dat je wacht. Ja? Maar wij hebben altijd gezegd als vakorganisaties, ja, dat we de president blijven warm houden tot het uur dat het ultimatum verstreken is. En dat hebben we gedaan vandaag. Vakorganisaties zijn erkend over heel de wereld. En dat schrijven we je een brief. Niet eens nee iets tegen ono. Dan ben je respectloos voor naar de vakbeweging toe. En als je naar de vakbeweging respectloos bent, dan neem ik aan dat je ook respectloos bent naar je hele totale Surinaamse bevolking. Want het is de totale Surinaamse bevolking die is aangesloten bij vakorganisaties. Tamara Siva Plein, dat ben ook bos. Tamara Tiuru Siva Plein, dat ben ook bos. Tiuru. Even op Tamara aan het luk, dat zal ons het tapu, maar met gofa luk. Want ik ben ook voor mijn eentje bezig om te kijken hoe ik mijn leden van alle vakorganisaties waarvan ik voorzitter ben, morgen hier te krijgen. Dus Tamara, Tiuru, Sipaplein, de Wobos en Dappé. Alle partijen, alle organisaties die hebben aangegeven dat ze ons zullen ondersteunen, zijn er morgen ook. Dat was Shisuma Waruno. Alle Surinamers. Alle Surinamers zijn uitgenodigd. We gaan ervoor. Voilà, we gaan een viering. Tino Kuba, dan gaan we eens koud en vieren.